Activist Martin Atencio, voorzitter van de Algemene Belangenorganisatie Suriname, ABOS, zegt dat hij zal blijven aandringen bij de volksvertegenwoordiging en de regering om het gronduitgiftebeleid te veranderen. Als er geen schot in de zaak komt, zal hij naar de Organisatie van Amerikaanse Staten stappen. Welke stap moeten wij dan nemen? Het een van de laatste stap, los van het kabinet van de president of de president, de DNA. En als de DNA ook het werk niet kan verrichten of niet probeert uit te werken, dan is er geen andere keus om de stap naar OAS te maken. Toch? Want dan heb je dan een kwestie van corruptie en mensenrechten schending. Hoe je dan keert of draait. Wij hebben die wetten niet gemaakt. Wij zijn geen wetgevers. Wij dienen het te handhaven en te respecteren. En idem dito wederzijds ook degene die de wetten heeft aangemaakt of vastgesteld. Snapt u? Dus dat is van de samenleving onthouden. Het lijkt alsof wetten alleen maar gaat voor de kleine man. Mensen zoals u en ik hebben we geen macht. En het geldt niet voor hun. Nee, gelijkheidsbeginsel moet nu alvast de stap gemaakt worden. Dat gelijkheidsbeginsel moet gelden voor ieder. Atencio zegt dat er in Kommewijnen enkele geschikte lappen grond zijn die als domeingrond uitgegeven kunnen worden. De activist is verbaasd dat dit bekend is bij grote delen van de samenleving, maar dat beleidsmakers niet werken aan een adequaat gronduitgiftebeleid. In mijn district kan men 2000 tot 3000 mensen min infrastructuur helpen met een stukje grond van 500 vierkante meter. En 500 vierkante meter is minimaal als het gaat om bouwkavel. Anderen krijgen concessies. Dan moet je het ook tegenovergesteld vastleggen aan de kleine man. Dat heeft de man doen, no, de et, ja, maar de doen. De no, tek de grond voor de ook. We hebben ook mensen die beschikkingen hebben, gewoon domeinkantoor, de papieren, blablabla. De man ontruimt de man, anderen hebben 90.000 SRD geïnvesteerd. Dat doen aan landbouw. Die man doen, ba, moeten ze binnen 15 dagen ontruimen. Ik bedoel, waar ga je naartoe? Is dat zij doen aan Amandap? Atencio zegt dat ruim 800 personen die op zoek zijn naar een perceel zich bij de ABOS hebben geregistreerd. De activist wil samen met de beleidsmakers werken aan een duurzame oplossing van het probleem. Hij zegt dat als de regering geen geld heeft, de ABOS op eigen kracht aangewezen grond zal ontbossen en verkavelen.